we hebben in totaal 15 meldingen binnengekregen van gevaarlijke situaties of bomen die op een pad liggen. Ja, daar waar ze echt in de weg liggen, dan halen we ze weg. Maar de meeste daarvan die liggen ook al om. Deze boom die hing tegen een andere boom aan. Die kon losraken en naar beneden komen. En dat willen we natuurlijk niet. Dus dat moest weg. Nou, hier zit een cameraatje in die geregistreerd heeft dat daar bovenin een van de splinter die er nog staat, waarschijnlijk een boomarter in gezeten heeft. Een boomarternest. En dat heeft de zoogdiervereniging, die heeft die camera erin gehangen om dat te monitoren, om te kijken ja, hoeveel jonkies ze krijgen. En het is nu het plan om even die camera eruit te zagen. Dat is natuurlijk zonde om te laten liggen.